Vandaag gaan we een hele bijzondere lasagne maken. Welkom bij Lordendijk Smaken. Welkom bij Lordendijk Smaken. Vandaag is Ali Wouda van Natuurpraktijk Aurora mijn gast. Voorkomen is beter dan genezen. Met die slogan geeft Ali Wouda advies en tips in haar eigen natuurpraktijk. Ali, wat doe je precies? Ik ben orthomoleculair geneeskundige. Dat wil zeggen dat ik alle klachten help op een natuurlijke manier. Dus dat ik de oorzaak van het probleem aanpak. Dus stel iemand heeft hoofdpijn. En dat kan komen bijvoorbeeld omdat slecht werkende darmen hebben. En we gaan palio koken, heb ik begrepen. Ja. Wat houdt dat in? Nou, omdat ik eigenlijk al mijn klanten vertel dat ze palio moeten gaan eten. Dat betekent dus alleen maar groenten, fruit, vlees, vis, gevogelte, eieren, noten, zaden. Nou, en dat je daar best wel hele leuke recepten van kan maken. Dus ik vertel dat tegen mijn klanten, omdat de oorzaak van veel ziektes, zoals hart- en vaatziekten, suikerziekten, allergieën, daarmee verhelpt, zeg maar, als je paleo eet. Oké, dus je verhelpt het en je helpt het ook voorkomen. Precies, ik help het voorkomen. Ik ga ook voor preventie, hè? Dan gaan we eens gauw beginnen, eens kijken wat we ervan gaan maken dan. Ja. Voor de romige paleo lasagne met kruidenkorst hebben we nodig 1 aubergine, 2 grote zoete aardappels, 8 middelgrote tomaten, 1 doosje kastanje champignons, 1 grote ui, 4 tenen knoflook, 500 gram gehakt, 250 ml gezeefde tomaten, 200 ml kokosmelk, die kan eventueel vervangen worden door slagroom, 1 eetlepel Italiaanse kruiden, peper en zout naar smaak en kokosolie om in te bakken. Ali, nou, ik zie dat je al wat voorbereiding hebt getroffen. Ja. Wat heb je hier al gemaakt? Ja, hier zit de gehakt in, runder gehakt. Er zit kastanje champignons, aangebakken met gezeefde tomaten. En op laatst heb ik daar de knoflook doorheen gedaan. Oh, er zit ook uien in, heb ik ook meegebakken. Oké. Okay. En als kruiden heb ik daar Italiaanse kruiden met zout en wat peper. Cayennepeper. Dit is allemaal paleo-proof. Dat is allemaal paleo. Is het nou paleo of paleo? Hoor, dat maakt niet uit. Is allemaal nee. Goed. Ja. Oké, okay, ja. Prima. Nou, en wat ga je nu doen? Ik ga de zoete aardappel, dat is een vervanger voor de aardappel, zeg maar. He, als je kookt, he, dan kun je een aardappel, dat hoort niet bij het paleo. Maar zoete aardappel mag wel, omdat het behoort tot de groenten. Normale aardappelen zijn voortaan dan. Dat hoort er dus niet bij. Nee. Een zoete aardappel. Zoete aardappel. En dan kun je helemaal verwerken zoals een normale aardappel ook. Ja, alleen kan lekker frietjes mee bakken. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan doe ik dus eerst een laagje aubergine, zoals je ziet. Dan ga je hebt die aubergine al. Die heb ik er alweer ingelegd. In de ovenschaal, die een beetje ingevet, denk ik, hè? Ja, een beetje ingevet. Met kokosolie, hè? Oh ja, natuurlijk. Ik doe alles met kokosolie. We hebben altijd geleerd dat olie goed is voor gezond, maar olie bevat omega 6 vetzuren. Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, daar ga ik het niet over hebben. Maar daar krijgen we dus te veel van binnen. Dus, okay. En bovendien, als de kooktemperatuur van olie is 170 graden. En als je nagaat dat dit 100 graden wordt, dat betekent eigenlijk dat hij zijn werk niet meer goed kan doen als een onverzadigde vetzuur. Mm. En vandaar dus de kokosolie. Altijd kokosolie gebruik ja. Jij? Ja. En Natuurpraktijk Aurora, zo heet jouw praktijk. Ja. En ben je er al lang mee bezig? Vanaf 87. Zo? Mijn hele leven. En ik probeer iedereen te overtuigen dat je op een natuurlijke manier je gezondheid kan aanpakken. Dus ook als je eigenlijk nog helemaal gewoon een gezond bent, zeg maar, ja. Dan kun je gewoon al dingen doen om gezond te blijven. Ja, want je brengt de auto toch ook om een zoveel kilometer naar de garage. Kijk, er komt bijvoorbeeld een nieuwe cliënt bij jou in de praktijk. En hoe ga je dan
aan het werk met zo iemand? Wat zijn dan de basisdingen die je als eerste doet? Ik ga eerst een hele anamnese afnemen van wat voor ziektes ze van kind af aan meegemaakt hebben. Voor ziektes. Ja, eerst helemaal vastleggen in het dossier. En ja. wat komt voor bij de familie? Mm-hmm. Nou, en wat ik dan doe, is dat ik een irisfoto maak. In de iris kun je dus heel veel zien. In je oog? In het oog. Dus dat doe je met zo'n... Zo'n iriscoop. Iriscoop, oké. Dus daar maak ik een soort digitale foto van. En dan laat ik ook de klant zelf zien. Interessant. Ja. Dus dan kan je al heel veel zien aan een iris. Of de bepaalde kleuren, vormen. Ja. 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 Nou. Ik heb dus nu een laagje aubergine. De zoete aardappelen. Ja. En dan de tomaat. En dit mengsel dan. Hè? Ja, ja, mengsel heb ik er overheen. Dan ga ik weer een laagje aubergine doen. En dan doe je verder niks op die aubergine? Zet die, zet je kruiden of gewoon puur aubergine? Ja. Ja, een beetje kruiden eroverheen, hè? Doe ik. Oh, iedere laag wel? Iedere laag doe ik een beetje kruiden overheen. Ja. Ja. Heel apart om zo'n lasagne te maken, toch? Ja. Was iemand bij jou komt, wat je net vertelde, die verschillende technieken, doe je die bij iedereen allemaal? Of? Allemaal. Ja. Ik ben ook een uur per persoon ben ik bezig om alles uit te vragen. Mm-hmm. Is tomaat eigenlijk, denk jij, de allerbeste, gezondste groente dan? Nee. Of heb je zoiets van welke, of is het gewoon ik gebruik nu tomaat en dan vertel ik gewoon dat het goed is. Oh, omdat ja. er antioxidanten in zitten. Maar is er ook een bepaalde groente of wat je zegt van nou, dat is gewoon voor alles goed? Curcuma. Oh, maar dat kennen we niet, of wel? Jawel. Curcuma, dus dat geeft de gele kleur aan de curry. Curcuma. Allemaal weer gezonde tomaatjes erop. Als laatste. Met een laagje kokosmelk. Kijk. Oké. En dan doe je de amandel. Om het ook krokant laagje te krijgen? Precies. Ja. Die doe ik er doorheen. En zo'n 200 gram. Even een lepeltje. Oké. Die pak ik wel eventjes. Je bent wel handig in de keuken, Ali. Ja, dagelijks, hè? Dagelijks werk. En thuis vinden ze het ook allemaal lekker, deze manier van koken. Ja. Ja. Ze doen het. Nou, heel interessant. Zo ziet het eruit. Nou, ziet er nu al heel smaakvol uit. En dan brengen we die naar de. De oven. Oven. En hoe lang gaat je nou in de oven, de lasagne? Een uurtje. Een uur? Een uur. Op hoeveel graden? 200 graden. Uur op 200 graden? Oké. Okay. Ja. Dan moet je even in de gaten houden dat het niet aanbrandt, het korstje. Anders doe je hem gewoon nog wat lager en dat, dat de aardappelen goed gaar worden. Dus dan prik je af en toe er even in. Oké, okay. Even goed in de gaten houden. Ja. 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 Nou, die ziet er perfect uit, Karin. Waar ben je? Kijk. Zo! Mooi gelukt! Mooi krokant! Wil je dit recept thuis ook eens maken? Kijk dan op onze website www.omroeppnm.nl of op de website van Ali Wouda www.natuurpraktijkaurora.nl. Graag tot de volgende keer!